Yo, wat up mensen, mijn naam is Dylan, ik ben hier samen met Don. Ja! Jawel, Arjan! Ja! En met Teun! Woehoe! Yeah, we gaan dus inderdaad weer verder met de Pokémon, Pixelmon Survival. En ik heb nog steeds mijn Tort, mijn Groddel van level 31. Wat heeft Teun eigenlijk Pokémon nu? Nou, Wortel 27, Arjan 27, Charmeleon en Don heeft zijn team van 3 nog steeds. Nee, neem die. En ik heb een MV gemaakt, jongens. En Arjen heeft de envel gemaakt. Vandaag is het simpel. Ik ga werken aan een pokeballs. De rest wil gaan trainen, geloof ik, willen jullie, hè? Mm-hmm. Yeah. Ik ga lekker farmen. En Don en ik gaan dus Don en ik gaan weer de papa's van de groep, de ouderen, hè? Ja, moeten wij dan weer gaan opzetten? Ja, maar zo is het gewoon, weet je. Is prima. De ouderen, hè? Ouderen, gaan we. Oh, even kijken, hoor. Waar zijn de cooked apricorns, jongens? Heeft iemand de cooked apricorns gezien? Ja, die staan naast de apricorns in de chest. Yo, got it. Oké, we hebben 15 apricorns. Ik ga je laten zien hoe het moet. Oké, we moeten maken eerst een hammer. Dus je moet een hammer maken, een hamer, jongens. Ik maak wat even stone. We hebben voor degene die het nu pas in checken, in zijn. We hebben onze, het al een beetje gesorteerd wat we allemaal hadden. Dus iron en tools heb ik niet nodig. Ik wil stone hebben. Stone hammer maken. En de iron heb ik allemaal nodig. Ik ga alle irons daar gebruiken, jongens. Dat jullie even weten. Oké, is goed. Ja, zoveel mogelijk pokeballs van. En dan maak je dus een hammer. Dat is dus iets cools. Een hamer. Ga je doen? Je legt je cooked apricorn erop. Dus die moet je erop leggen. Oh nee, niet. Sorry, je gaat hier naar de chest. Je pakt alle apricorns. Je gaat ze delen door drieën. Zoiets. Prachtig. Ik ben echt al die kleine Pokémon aanvallen. Trainer, woehoe. Bam, 25 lids, een 25 bovenkantje voor pokeballs. Leg het erop, de disc, pof. En dan pak je hamer. En dan is het echt hamer. Dat die zo is, en dan pak je hem. Dan heb ik er één. Ik speel nu tegen een Wartortle die echt 2 keer zo groot is als mijne. Hoe kan dat? Omdat jouw is mini is. Ja, dat zei dat net. Jouw Pokémon is echt, je hebt echt een mini Pokémon. Hoe kan dat? Dat weet ik niet. Is het altijd ja, maar het is net met mensen. Oh, kut, what the fuck, ik zit nog in creative mode. Hey. Oh mijn god. Ik heb er ook een ding weggehaald. Er is een cheater among us. Dat is niet waar, ik cheat niet. Mijn Charmeleon die heeft Fire Fang geleerd. Dus, oh, dope. Oké, ik leg mijn Anvil terug, ik ga terug naar... Oh, Anvil moet ik eerst despawnen. Game mode survival. Nou, ga ik weer in survival mode. Maar niet uit, jongens. Ik zoek gelijk het dingstuk. Ik dacht, hè? The fuck? Wow. Maar oké, gaan we dus verder met dit. Goed, Dylan, goed. goed. Goed job. Ja, goed geregeld, hè? Oké, ik leg hem weer terug erop. Zo, toep. En dan ga ik slaan. En slaan. Inslaan. En hakken. Jezus, het duurt veel langer in niet creative. Het duurt veel langer in niet creative. Dat was te verwachten. Waterpools, is die een beetje goed? Wat? Waterpools. Kijk die aanval. Holy shit, die is wel goed, ja. Volgens mij. En dan is dat zo'n Watergun of Bubble. Kijk, wat ik hier ja, Bubbles. Bubbles is slechts voor water Pokémon. Nou goed, ik heb in ieder geval genoeg. Ik ga niet. Jesus, ik ga even kijken. Ik geef ze maar wat ze nu Pokéballs maken, want ik weet niet helemaal zeker. Maar nu op die manier. Oké, wacht. Ik moet trouwens ondertussen moet ik even cobblestone in de oven doen. Dus. Nou, daar is genoeg van, dus dat zal geen probleem zijn. Dan moet ik mijn stone hebben en ik moet namelijk buttons maken. Die iron ingots moet je er 3 op een rij doen, dus het is echt ook weer fucking veel iron gaan hier dan op. Zo dus, paf, genoeg iron discs, 55, kijk. Oh, hij heeft ook echt meerdere eradicates bij zich en die zijn allemaal net een leveltje. Oh mijn god, hoe ga ik dan? Ben je dat van de eradicates, serieus? Wauw. Iron is noob. Nee, ik heb tegen zo'n kerel uitgedaagd en uit het eerste level 25 eradicate, toen in één keer level 26 eradicate en in één keer ging ik dood. Ik heb die eerste zonder problemen verslagen. Ja, dat kan misschien hyperfeen gebruikt hebben. Oh joh, kijk je teun, je moet het opleggen, hamer en het blijven hameren, daar Arjen is naast me, hameren en nog een keer hameren en nog een keer hameren en dan kan je hem pakken. Nou, heb ik een lid. Het wow. Is kapot veel werk, jongens. Ik ga het op mijn hamer op en ga ik blijven hameren en dan kan ik pokeballs maken ervan. Wauw. Ja, het is wel lang bij het Arjen. Jezus, jij staat er echt als een debiel, zo. Alsof je, ik weet niet, echt ja, als een fucking oermens ben je gewoon bezig. Kijk Jan, ik heb nu 8 lids, we kunnen ongeveer nu 8 pokeballs maken. Wauw. Holy shit, fucking veel werk. Ik zei dat het veel werk was.
Kijk, deze boys willen alleen maar trainen. Don en ik zijn de papa's van de groep. Ja, dat blijkt me weer. Hoppakee, nou goed, gaan we weer. Pokeball neer. Het is echt... Oh! Hersendodend werk. Dus doe ik even... Electrode. Werkt dat? Ja, dat werkt. Oh ja, misbruik ze Dragon Rage nog steeds gewoon. Vieze man. Ja, tuurlijk. Een vieze jongen. Echt een vieze ruk, ja man. Echt een vieze ruk. Moet wel een Electrode speel. Level 30, yeah. Fucking hell. Kijk, nu ga ik even trainen, hè. Door niks te zwoegen. Echt, ik train gewoon echt. Lekker rustig. Beetje sneaky aan het trainen. Die kunnen ook gewoon boot verzamelen zo voor de groep, hè, voor de community. Ja, ja, dat kan ik ook doen. Het kan. Wacht, doe het dan ook. Volgens mij, er zijn hier gewoon twee Mareeps met elkaar in een gevecht, hè. Goed zo. Ik kill daar de sterkste Mareep gewoon. Na. Wie is naast me? Deutsche Pokémon aan het healen. Die ziet mij gewoon keihard werken. Fuck you, dude. Ja, wat ben je aan het doen dan? Want ik zie jou echt... Hakken. Een beetje hameren. Wacht, Teun, ga jij anders maar die fucking apricorns ophalen? Je doet het, Teun! Oeps, verkeerde... Oh my god. Wat een eikel. Wat gebeurde er? Hij sloopt de anvil, had hij weggehakt. Wauw. Wow. Hier, ik zweer het, ik heb weer vis van die Magical. Ja, jongens, samen, ik heb geen... Fuck, ik heb geen hammer meer, die is op nu, dus... Maak ik je heb, een nieuwe. Ik heb er geen zin in nu. Hoe maak ik, oké, goed, hoe maak ik ook weer buttons, jongens? Ja, gewoon steen. Eén steen, gewoon één steen, gewoon. Eén steen, en dan in het midden. Fuck it, 16 maakt buttons. Maakt niet uit of je met midden Ja. We kunnen pokeballs maken. Hé, hey, maar ik val nu gewoon die Magikarps aan, gewoon alleen maar omdat ik vis wil. Oké, we hebben 35 bread in de chest, en... Nice. Allee. Dat is nice. Dus qua eten zitten we wel eventjes goed. Allee. Dan ga ik nu ook even Pokémon trainen, want... Allee. Wacht even jongens, ik ben... Allee. Maar ik ben eigenlijk ook voor ons bezig. Hoe maak je Iron Base? Leert Pokémon weet base. Ik ook niet. Geen idee. Iron Base, leert bedoel je? Button. Fuck! Dan moet ik even opzoeken op Google. Iron Base voor een Pokéball? Ja. Was er gewoon drie Iron Ingots op een rij? Ja man, drie. Doe de 3 op een ray. Dit is van Pixel, wacht, ik ga kijken. Doe de 3 op een ray. Yeah. Iron Base. Hoe maak ik een Iron Base? Oh ja, en ik ben allemaal vol aan het verzamelen. We kunnen zo meteen bedden maken, jongens. Oh, ik snap het al. Nevermind. Ik weet het al. Nevermind. Oh fuck, ik ben aan alles weg. Als de kutmariep even stil blijft staan, jongen. Kutbeest. Oh, Aqua Tail. Is dat een beetje goed? Dat ziet er heel goed uit. Ja, joh. Aqua Tail. Ja, joh. Zo, best wel. Ga jij maar lekker trainen terwijl ik hier aan het zwoegen ben. Wil je een fucking hamer erbij pakken? Ik ben gewoon een iron hamer, jongens, nu. Ik ben ook aan het zwoegen voor jullie. Ik ben allemaal vis aan het verzamelen. En goed zo. wij zijn allemaal goed bezig en dat is Teun aan het doen. Ja, aan het trainen. Fuck ja, Teun. Arjan en ik werken aan de community. En wat ben jij aan het doen? Pak. En ik heb leer en ik heb veren. Yeah, we kunnen in ieder geval één Pokéball maken, jongens, nu. Wauw! Yeah, één! We kunnen één Pokémon vangen! Nou, ik kan één Pokémon vangen! Ja, wow, wie had die Iron gehaald, hè? Ja, wie heeft nu zijn jongens, zin? Ik zie een Odish, maar waarom is zijn naam helemaal rood en staat er geen level bij? Dat is een baas, als je die verslaat, dan krijg je TM's van hem. Je kan het proberen. Hij is heel hoog, dat laat me even vertellen. Okay. Hey, Fish, dankjewel, Arjan. Hij is level 52. No problem. Heb ik gekregen voor allemaal harde zoeken? Ja. Thanks. Oh, waarom doe je zoveel steen, jongen? Je hebt één steen nodig voor twee buttons. Ja, maar niet uit. Ik stop zo meteen de vis dat ik over heb. Ja, doe maar. Al die buttons kunnen draaien. Ik heb genoeg buttons. Ik heb 16 buttons, dus. Kijk, ik heb meer Dark is toch heel erg goed tegen steen? Nee. Tegen steen is water goed, gras goed. Ding is. En ground. Maar rap is helemaal geen type. Rap is niks, nee. Rap is gewoon normal. Helemaal niks. Normal. Dat is een stomme aanval van je Ekans zeker. Ja, yeah. Kut Ekans. Waarom heb ik ook een Ekans gevangen? Dat hoorde ik eigenlijk, dude, waste of Pokéball. Ik heb tenminste 3 Pokémon's, bitch. Ah ja, dat is waar. Dat is wel zo, ik heb geen Pokéballs meer. En... Hij heeft het waste van je Pokéball. Helemaal niet. Niet voor niks dan een Ekans, bitch. Ik was de allereerste aflevering te gierig. Ik wou die Magmar hebben. Ja, ik was ook te gierig. Gewoon een Mudkip. Fucking hell. Oh, ik zie de Magmar. Level 42. Ik ga hem doden. Ik zie een Graveler.
Hebbes, nog een Pokélid. Ik ben echt veel te hard aan het werk voor jullie. Fuck jullie. Deze hele episode is aan mijn kijk. Mijn kijk zit bij alleen maar hakken, 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 hakken. Mijn kijk is niet meest, nee man, die Graveler. Fights. Oh nee, die Graveler. Wat heeft u gekild? Nee, hij heeft mij vermoord. Hoe kan dat? Wat ik veel Graveler, die is fucking hard. Ja. Ik train met Gravelers, ik maak ze dood. Ja, maar jij hebt waarschijnlijk gras. Water. Ja, gras. Hier, dat bedoel ik. Ik heb wat is vuur. Dat? Hey, water. Mensen. Water. Weet je niet wat een Golduck is? Nee, dat is een Pokémon. Ja. Pokémon, maar ik bedoel, zeg maar, is het water boys, of steen? Ik heb Pokémon. Ja, maar weet je dat niet eens? Heb je in je jeugd nooit Pokémon gedaan? Ik heb Pokémon. Jawel, maar niet Pokeballs. Zo mensveel als jullie waarschijnlijk. Pokéballs. Pokéballs, bitches. Pokéballs, bitches. Pokéballs, bitches. Wie wil de Pokéballs? Ik wil... Ja, paas mij ik zie Don in één keer slash spawn. Nee, maar ook omdat al mijn shit is fainted. Waar ben je, waar ben je? Yeah. Dompers op. Derde. Ik heb nog geen Pokeball. Dank je. Heb jij hier, Don? Heb je nog één? Arjan, ben jij? Ja, 1, 2, 3, alsjeblieft. Yeah. Ik heb er zelf 5, maar dat mag ik. Ja. Voor mijn harde werk. Voor mijn harde werk. Nee, geitje, Teun, kom dan. Ik krijg nog eentje, toch? Wie heeft er nog geen 3? Ik heb er 3. Don heeft er één. Don moet er nog eentje krijgen. Nee, ik heb er net 1 weggegeven. Dus jij moet er nog eentje krijgen? Oh, ja, op die manier. Ja, ik kom zo direct naar je toe. Ik wil even die Magmar vangen. Ja, iedereen is nu op zoek naar Pokémon, jongen. Deze ga ik zo hard vangen. Als ik deze heb, dan ga ik echt juichen. Ik wil deze Snorlax wel level. Welk level is die Snorlax? Oh my god, jongen. Fuck jou, Teun. Serieus, mijn Pokémon is kan je gewoon slash kicken, hè? Fuck you, Teun. Teun die... Oh, trouwens, nee, Teun, die Snorlax mochten we niet vangen. Oh. Nee, dat is onze begroet Snorlax. Ja, Jesus Christ. Snorlax. Godsamme. Die mag je niet vangen. Deze Magmar is nog iets te sterk. Ik kom eindelijk een fucking Hitmonlee tegen, level 38 word ik genaaid. Fucking jump kick. High jump kick. Dude. Ja, die doet heel veel damage. Dat is een hele sterke fight aanval. Jij was wat voor Pokémon te kort heb je? Fire, hè? Ja. Yeah. Oh, dan weet je het fucked up. We krijgen ervan, hè? Fire type. Denk dat hij alles aan kan. Fuck you. Want alles veranderde toen de vuurnaatje aanviel, dacht hij. Maar nee. Wat een No, didn't think so, bro. Hey, what the fuck? Ik ben aan het water aan het zoeken naar waterpokies, maar ik zie geen waterpoks. Oké, ik zie wel een tentacruel. Oh, ik ga een tentacruel. Wat is dit dan? Een Goldie. Het lijkt echt alsof iemand zijn Pokéball nog in de Pokémon Center zit. Ja, inderdaad. Dat is... Oh, ik zit onder water. Ik ga fighten. Dit is heel kut. Ik ben aan het fighten met iemand, onder water zit en ik stamp onder water. Are you serious? Die tentacruel krijgt amper damage? Oké, ik ga dit gewoon proberen te vangen. Oh nee, dit wordt echt een fucking moeilijke fight! Kom op! Oh, dit is niet normaal! Ja, ik wil ook veel te laag level op de fight, echt. Maar die stentacruel, als ik hem heb, is ik back, Pokeball. Nee, come on! Wat is een Trapinch? Is die goed? Ja, Trapinch verandert wel een vette Pokémon. Ik ga denk ik sowieso... Is hij goed? Nee, Trapinch zelf is een poeplap. Is Numel, is die goed? Is een vuur Pokémon, hij is wel oké. Is vuur? Oh, serieus? Ja. Oeh! Yeah, ik heb iets gevangen! Drowsy! Wat heb je? Door gaat worden Drowsy. Ze spliffer. Drowsy! Ik zie daarachter nog iets. Drowsy. Als ik dit spliffer. Ja, ik zag iets. Ik had een tentacruel, maar die tentacruel was level 48. Dat is een beetje. Gewoon doen. Gewoon proberen. Ja, ik heb het geprobeerd, maar hij was te sterk. You can get it. Ik heb een Drowsy gekillt. Volgende Drowsy. Okay, dit werkt echt niet. Ah, man. Iedereen is echt in één keer een Pokémon-jacht, jongen. We hebben Pokéballs, let's go! Fuck die voorzichtigheid. Oh my gosh. Hier hebben we verwacht cool. Al die episodes. Hier hebben we al die episodes verwacht. Ik zie een Magikarp, maar een Magikarp is niet... Ik denk niet dat dit gaat werken met een... Ja, nee. Janta! Come on! Ik moet hem vangen, hij zit dik in het rood. Ik moet hem vangen. Wie? Drowsy? Drowsy! Level 23 of 16, welke? 16. Ik had die 23 per ongeluk gedood. Maakt niet uit. Yeah! Ja, heb je hem?
Drowsy. Hoe de fuck doe je dat, hé? Don is echt een fucking Pokémon catcher gewoon. Drowsy. De catcher van life, man. Drowsy. Ik zie echt fucking veel Magikarps hier zwemmen. Ik ga eens even kijken of ik iets leuks kan vangen, hoor. Nature calm, nee. Happiness nul. Ik wil niet eens tegen dit vechten. Ja, dat is kut. Ik wil echt op zoek naar een vet sterke Magikarp. Oké, level 16, dat kan ik nog wel mee leven, denk ik. Oh, Drowsy is nog best wel sterk. Waar heeft Ruud een Drifloon in? Dat is alles. Je hebt een Drifloon in. Eens een Drifloon! Altijd een fucking faggot. Wow. Okay, ik ga voor die Magikarp voor level 16, waar is hij? Waar zag ik... Oh, waar is de Magikarp voor level 16 gebleven? Magikarp van level 16, waar ben je? Ik zag net nog zwemmen. Level 8, level 7 Magikarp. Karp, level 16. Karp. I want you, Karp. Karp. Ik ga hier gewoon voor, als je dit gaat. Oh, fuck you. One shot. Hij heeft gewoon geen HP meer. Ja! Als deze niet erin gaat, dan weet ik het ook niet meer, jongens. Kijk zijn HP, dit is niet normaal. Als dit er niet in gaat, dan snap ik het niet. Come on. Back, Pokemon. Come on, you can do it to him. Ik wil deze hebben. No, Drowsy has been poisoned. Yeah, you captured Magikarp. Serieus, heb je Magikarp? Ja, maar volgens mij, ik weet niet zeker, kan deze Magikarp tackle. Oh yes. Nou mensen, ik denk dat het weer tijd is om naar de spawn te gaan, jongens. Ja, ik kom eraan. Wacht even. Ja. Come on. Oh, Arjan, dat is een Pokémon. Oh, Arjan, laat zien, Arjan, ik wil zien. Ik zal het zo meteen laten zien. Mijn Pokémon is de passie. Wat heb jij? Ga je zien. Laat het zien. Ja, jij eerst. Die meisje speelt Arjan de Charmeleon en een? Wacht. Options. Ik heb ook wat nieuws, jongens. Oh shit. Ja, maar Pelt is toen naar beneden, deed hij dat normaal gesproken. Bij mij ook. Of is dit weer op de... Je moet je veranderen. Oh shit. Oh nee, ik moet ook opnieuw veranderen. Wacht, waar denk ik? Drowsy. Spliffy. Check dit. Ik heb erbij. Oké, wat heb je? Een Aaron! Oh, vet. Die valt in de Aggron, die is ook echt cool. Jongens, is mijn Pokémon. Komt die aan, hè? Ik heb dus een Aaron en een Wartortle. En zijn mini Wartortle. Komt die aan. Kijk hoe ik liggen! Als een vis op het droge. Zo mooi. Kom dan! Arjan, waar is jouw shit? Oké, wow, jouw is dus groot. En een miauw! Wat zegt hij? Een miauw! Die is vet! Die is cool! Die shit is echt cool, man. Carp. Ik vind mijn Aaron wel wat vet. Bij mij Magikarp kan vliegen, kijk maar. Zag je dat? Gaat hij op een dak? Ze is op het dak. Hij heeft gevlogen. Holy shit, die Aaron is ook gigantisch. Kijk, dit is op het dak. Drowsy. Goed mensen, we hebben allemaal nieuwe Pokémon gevangen. Jammer dat Marijn er niet was deze episode. Ja, inderdaad. Dat is het risico wat je neemt als je niet komt in deze episode. Nou mensen, in ieder geval, ik zie jullie graag in de volgende episode. Laat gewoon een duimpje achter als je het leuk vond. En ja jongens, de mazzel. Doei. Later.